PP, hoe kijkt u naar de oproep vanuit het comité Christelijke Kerk en de IRIS dat er pogingen worden ondernomen om deze coalitie, de huidige coalitie, ten val te brengen en onrust te veroorzaken om zo vervroegde verkiezingen te forceren? Dus laat maar duidelijk zijn. Om vervroegde verkiezingen te forceren, die hoef je daaraan niet te denken. Want als je een verkiezing moet plannen, dat is zeker een jaar. En we zijn nu in de fase van de verkiezing. Dus straks is het mei. Het zijn als voorbereidingen die worden getroffen om de verkiezing te organiseren. Dus als zo iemand dat in zijn hoofd hebben om onrust te zaaien, dat je gaat proberen om de regering ten val te brengen. Al komt de regering ten val, komt de verkiezing pas na die periode, bijvoorbeeld. Als we nu vervroegde verkiezingen moeten krijgen, dan zou het dan 2 maanden voor geplande tijd moeten zijn, want een jaar lang heb je nodig om dit te plannen. En het verkiezingskalender die gaat nu de deur uit. Dan ga je zien die stappen die je moet doen om naar de verkiezingen te gaan. We moeten nu weer naar het parlement gaan om een aantal zaken goed te krijgen, zodat je precies weet hoe je gaat stemmen. Dat ding is nu langer geworden en naar alle haast zijn er een aantal stegen gevallen en die moeten weer gecorrigeerd worden. Dus wat betreft degene ten val brengen om vervroegde verkiezing, dan zijn die mensen te laat. Maar ik denk dat het serieus is. Nou, serieus is als we de regering destabiliseren. Ja. Daar houden we rekening. Ja, we houden rekening met alles. Het is niet zo dat wanneer iets gezegd wordt, dat we het niet serieus nemen. Al deze geluiden hebben we ook gehoord. We hebben gezien tijdens de begrotingsbehandeling waar men verdeeldheid wilde brengen. Dat ik lees nog in de krant dat ABOP proberen of zelfs de VP proberen zaak te doen waardoor motie van wantrouwen tegen de president bijvoorbeeld. Al deze onzinnige dingen worden geschreven. Maar goed, we houden ons hoofd koel en we nemen alles wat die mensen zeggen serieus. Ja? Maar gelukkig is er een goede verstandhouding tussen de president en de vicepresident. En wij laten ons niet leiden. Wij gaan niet in al die scenario's wat die mensen daar proberen te doen. We zien het. Vele mensen zijn niet blij dat ik vicepresident ben. Maar dat bepaalt mij niet. Dat bepaalt de almachtige. Ja? Ik heb niet eens zetels gevonden en ik ben vicepresident geworden. Dus je mag zelf 16 zetels hebben en je bent in de oppositie. Dus al deze dingen moet je rekening houden dat wanneer je in dit land woont, je leeft hier, alles wat ook. Maar dat moet je niet vergeten dat de Almachtige bepaalt wie wat wanneer en hoe. Ja, niet de mensen.